Nou, toen we hier voor het eerst aankwamen, toen ons gevraagd werd of we een plan wilden maken voor de renovatie van dit gebouw, werden we eigenlijk gelijk getroffen door de kwaliteit. We hadden gelijk het gevoel dat er iets bijzonders aan de hand was. Nee, het probleem van het gebouw was dat docenten te kampen hadden met akoestische problemen. Mede door de authentieke houten plafonds die er waren, waardoor hoge geluidsniveaus ontstonden en hogere nageltijden. Waardoor docenten oververmoeid raakten en kinderen zich slecht konden concentreren. Voorheen was het in dit lokaal onmogelijk om met een wat luidere stem te praten, of het feit dat als de kinderen samen aan het praten waren, om dan elkaar nog goed te verstaan, want het geluid vloog tegen het plafond en kwam eigenlijk net zo hard weer naar beneden. Muziekles was helemaal een ramp, want dan klonken zeker ook de muziekgeluiden, die klonken niet goed en die galmden door het hele lokaal. Ja, omdat het natuurlijk een monumentaal gebouw was, waarbij bepaalde originele kenmerken in stand moesten worden gehouden, hadden we niet de vrije hand om met een wand-tot-wand systeemplafond te werken. En waren we genoodzaakt om met akoestische eilanden te werken, waardoor toch die authentieke details in stand konden worden gehouden. Maar ook het akoestisch klimaat verbeterd werd en binnen de normen gehandhaafd bleef. In vergelijking met de oude situatie is de verbetering dat er platen aan het plafond zijn gehangen, waardoor het geluid niet meer galmt. In ruimtes die niet te groot zijn, is het geluid in orde? Kunnen wij elkaar goed verstaan? Zelf ervaar ik dat ik zo gauw ik binnenkom me welkom voel. Je wordt gelijk omarmd door het gebouw. En als je dan verder het gebouw ingaat, of dieper het gebouw ingaat, is het fris en het is licht en ja, prettige akoestiek. Yeah.